Ik ben burgemeester van Roeselare. Ik ben dat nu op dit ogenblik sinds 7 jaar en ik ben al 20 jaar lid van de gemeenteraad. Mijn tips, mijn suggestie voor de toekomst zijn: 1. Maak dat u spreekt met kennis van zaak. Probeer een goede dossierkennis te hebben. Laat u niet verleiden door vluchtige uitspraken, door enig populisme, maar wel met kennis van zaak, grondig en gericht op de toekomst. 2. Probeer ploeg te maken met anderen. Samen zijt u sterker, samen kunt u meer kennis vergaren, samen kunt u ook sterker actie voeren. 3. Houd een goed contact met het veld, met het terrein. Blijf tussen de mensen staan, luister de mensen, capteer goed wat ze zeggen. Praat niet zonder meer mee, probeer te begrijpen en zoek antwoorden die dragen in de tijd. Ik denk dat u met die 3 tips al een stukje verder kunt.